bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer allemaal nieuwe make-up en kleding testen. Dus het is vandaag niet alleen maar make-up, maar ik heb hier ook een aantal kledingstukken die ik ga aandoen en ga laten zien. Dat ga ik helemaal op het einde doen. Ik ga sowieso eerst beginnen met de make-up. Ik heb hier weer genoeg make-up liggen voor echt een full face, dus ik heb er weer heel veel zin in. Een heleboel make-up producten heb ik gekregen in PM, maar een aantal heb ik ook gewoon gekocht. Dus het is een beetje een mixje van make-up die ik dus heb gehad en die ik gewoon heb gekocht. En het is een mixje van goedkope make-up en dure make-up. Dus het is echt een totale mix vandaag. En ik ben super enthousiast, want ik ben naar een heleboel producten echt heel erg benieuwd. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze gaan presteren op mijn gezicht. Zoals altijd ga ik ook weer een full day wear test doen. En dat houdt in dat ik de make-up de hele dag oplaat. En dan aan het einde van de dag ook nog laat zien hoe de make-up is gebleven op mijn gezicht. Want dat is vooral met foundation en zo altijd wel belangrijk om te doen. Omdat je niet altijd gelijk weet hoe die nou werkt. Dat weet je vaak pas aan het einde van de dag. Dus dat is wat we gaan doen vandaag. Ik ga deze intro niet te lang maken, want ik denk dat de video redelijk lang gaat worden, want we hebben weer heel veel spullen om te testen. Dus vind je het nu al leuk, vergeet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, ik ga vandaag eerst beginnen met de ogen zoals ik echt bijna altijd doe en ik heb een heel leuk nieuw oogschaduwpaletje. Van Urban Decay heb ik de Ultra Violet Palette. Dit is dus helemaal een paars paletje van hun Naked collectie. Deze heb ik gehad in PR, maar dat ik iets krijg betekent niet dat ik het automatisch goed vind. Dit is de verpakking. Het is ja, gewoon redelijk hun normale Naked verpakkingen. Hallo, focus. Ja, we focussen jongens. De verpakking is weer heel erg mooi, zoals we in principe altijd van hun gewend zijn. En dit zijn dan alle kleurtjes in het paletje. Het is een mixje van matte kleuren en glanzende kleuren. En zoals je kunt zien is het vooral gericht op de kleur paars. Maar hier heb je ook een heleboel beetje naturel nude kleurtjes om een everyday look te maken. Dus als ik zo naar dit paletje kijk, vind ik hem echt geschikt voor zowel een beetje natural looks als heftige looks. Ik ga vandaag obvious vooral voor de paarse kleuren. En we gaan vandaag weer een heftige look maken. Want daar hou ik altijd van. En ik ben echt heel benieuwd hoe dit paletje gaat presteren. Want om heel eerlijk te zijn, ik vind niet altijd al hun paletjes goed. Vooral van de Naked line zitten er af en toe iets bij waarvan ik denk, dit paletje is echt niet zo. En vooral niet voor de hoge prijs. Want Urban Decay is obvious niet goedkoop. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit paletje gaat presteren. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Ik vind de verpakking wel echt prachtig. Ik vind het echt heel, heel erg mooi. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik denk dat ik vandaag een beetje voor een paarse-achtige smoky eye ga met heel veel glanzende kleurtjes. Omdat het weer een nieuw paletje is, wil ik weer zoveel kleuren gebruiken als kan. Dus ik denk dat ik gewoon echt voor een mooie, heftige paarse smoky look ga. In dit paletje zit ook weer een kwast. Dat is altijd bij hun Naked paletjes. En ik moet zeggen dat ik hun kwasten altijd best wel gewoon goed vind. Dit is dan de kwast. Hier heb je de grote fluffy kant en hier een iets kleiner kwastje. Hun kwastjes zijn altijd best wel goed. En dat is niet altijd zo. Vooral met kwasten die in een oogschaduwpaletje meekomen. Normaal zijn die echt crappy. Maar hun kwasten zijn echt best wel goed. Dus ik zou ook echt adviseren om hem niet weg te gooien. Oké, let's begin. Ik ben echt excited om dit paletje te gebruiken. Ik heb hem hier echt al bijna 2 weken liggen ofzo. Dus ik heb echt lang moeten wachten voordat ik hem kon gebruiken. Ik ga beginnen met deze licht paarse glanzende kleur. Die heet Warning. Ik maak ook steeds mijn kwast nat met fixing spray als ik een glanzende kleur gebruik. En ik ga deze kleur aanbrengen in de binnenste ooghoek. Ik druk het er gewoon zo in. Ik gebruik hiervoor mijn Kruidvat Pro kwast. Dit is de concealer kwast, nummer 5. Maar ik gebruik hem in ieder geval concealer. Oké, deze kleur brengt een beetje stroefjes aan. Oh my god. Daarnaast ga ik in met de kleur Euphoric. Dit is een beetje een blauw-paarsige kleur. Een hele aparte kleur wel. En die druk ik er gewoon zo ernaast in. Deze kleur is echt prachtig. Het is echt een hele aparte kleur. Ik zie niet vaak zo'n kleuren echt zo'n mixje van blauw en paars. En het is een beetje zo holographic-achtig. Heel erg mooi. Deze kleur brengt ook iets beter aan dan die van net. Daarnaast breng ik de glanzende kleur hier aan. Die heet Cyberpunk. Wat ik wel mis in dit paletje is een matte, donker paarse kleur. Dat vind ik wel jammer. Deze kleur brengt wel echt heel slecht aan. Oh my god. Jongens. Er zit ook niet heel veel glans op of zo. Oh, wat is dit crappy zeg. Oh, wat erg. Dit is wel echt erg. Oké, dit bracht echt super slecht aan. Oké, we gaan gewoon verder. Dan breng ik deze donkere matte kleur aan. Die heet Digital. En met mijn Zoeva 231 kwast druk ik die een beetje in zo op de randen. En dan pak ik de lichte matte kleur hier. Die heet Optimize. Dan met mijn Zoeva 228 Fluffy kwast ga ik die kleur een beetje blanden. Aanbrengen bij de randen. Oh joh, blanden. Wat is dat voor een zelfverzonnen woord?
En dan ga ik alles zo een beetje mooi smoky maken. Dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur. Die lend ik ook nog een beetje zo naar buiten. En dan ga ik gewoon zo een beetje heel de tijd op en neer met de twee kwasten en de twee kleuren. Om het goed smoky te maken. Oké, die kleur hier is helemaal aan het weggaan. Ik breng hem weer een klein beetje terug. Oké, mensen, ik ben echt niet blij. Dit is echt crappy. Ik zweer het echt crappy. De beste kleur is de kleur hier. Deze is echt goed. Maar de glanzende kleuren blijven ook niet zitten. Ze gaan er heel de tijd van af. Alles blendt op zich wel goed. Maar het blendt ook een beetje weg. En het is gewoon allemaal echt een mes. Het is echt niet mooi. Ik ben niet blij met hoe dit gaat. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit echt een van de slechtste paletjes van hun is die ik ooit heb geprobeerd. Het is echt heel slecht. Het is gewoon alsof ik een super goedkoop slecht paletje gebruik ofzo. Nou ja, whatever. Ik laat het voor wat het is. Ik breng nou voor de 100ste keer deze kleur hier terug. Maar hij gaat er weer heel te vanaf. Super irritant. Het is wat het is, jongens. Beter dan dit gaat het hem niet worden. Ik heb ook een nieuwe mascara. Deze mascara bestaat echt al super lang. Alleen ik heb hem nog nooit gebruikt. En toen ik hem in PR kreeg, had ik iets van oké, ik ga hem proberen. Van Benefit heb ik de They Are Real mascara. Deze is er echt al lang. Veel mensen vinden hem ook echt heel erg fijn. Maar op de een of andere manier heb ik hem nog nooit gebruikt. Ik ben heel erg blij met de Benefit Bad Gal Bang mascara. Dat is deze mascara. Dit is echt een van mijn favoriete dure high-end mascara's. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar hun They Are Real mascara. Dit is de verpakking. Ik heb wel ooit een dupe van W7 gebruikt, maar die was slecht. Dus ik hoop dat gewoon de echte beter is. Even kijken naar het borsteltje. Oké, dat ziet er goed uit. Het is een beetje als een rupsje of zo. Deze ga ik proberen. Iedereen geeft me altijd het advies om mijn wimpers te krullen, maar dat doe ik altijd. Dat doe ik gewoon nooit op beeld. Maar ik krul mijn wimpers echt altijd voordat ik mascara aanbreng. Fijne mascara. Ik heb echt bijna geen wimpers. Ik heb hele slechte wimpers, maar ik vind hem wel heel fijn. Ik vind de Bad Gal Bang wel fijner, die ik dus net liet zien. Omdat hij ook wat meer volume geeft en daar hou ik persoonlijk gewoon van. Maar dat is echt een persoonlijke voorkeur. Hij haalt de haartjes mooi uit elkaar. Hij maakt ze ook gewoon mooi lang en hij krult goed. Dus ja, I like it. Ik vind het een fijne mascara. Ik ga even nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. De wimpers die ik op heb zijn TL3 van Tati Lashes. Nou, de ogen ging niet zo goed. Dus ik hoop dat de rest beter zal gaan. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met een primer die ik al heb. Want ik heb ook een nieuwe foundation en concealer. En dan wil ik gewoon een primer gebruiken waarvan ik gewoon weet dat hij goed is. Zodat mocht straks iets niet goed gaan, dan weet ik dat het in ieder geval niet aan de primer ligt. De primer die ik ga gebruiken is mijn NYX Honey Dew Me Up Primer. En dan breng ik ook nog mijn Benefit Professional aan, een beetje zo hier op de poriën. Dan heb ik hier een nieuwe foundation die ik gewoon heb gekocht. Deze heb ik niet gekregen. Ik hoop dat de kleur gaat matchen, want ik heb het eigenlijk een beetje gematcht op de kleur die ik heb als ik heb gezelfbruind. En ik heb nou niet gezelfbruind. Ik ben nou redelijk aan de witte kant, dus... Maar goed, ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik heb van Dose of Colors hun Meet Your Hue, als ik het goed uitspreek, foundation. Ik heb in de kleur 120 Light Medium. Ze hebben echt een heleboel kleuren. Dat vond ik echt super fijn. Er staat hier ook echt op de verpakking dat het een matte foundation is met een hoge pigment. En dat hij opbouwbaar is, lichtgewicht is en lang blijft zitten op de huid. Het is een medium tot volledige dekking foundation. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dit is in ieder geval de verpakking. En dan is dit de foundation. Hij voelt ook best wel zwaar aan. Het is een dure foundation en zo ziet hij er ook echt uit en zo voelt hij ook echt aan. Hij is oprecht een beetje zwaar. Wij krijgen 30 milliliter. Dat is in principe gewoon normaal voor een foundation. Ik hoop dat de kleur gaat matchen. Ik denk het wel, want ik heb het gewoon echt weer online gegokt, maar als ik het mag zeggen over mezelf, ik ben altijd best wel goed in online mijn foundation kleur vinden, dus ja, ik hoop het. Laten we hem gewoon gaan aanbrengen. De verpakking is echt mooi op de een of andere manier. Het is niet heel speciaal of zo, maar ik vind hem gewoon heel mooi, zodat matte en zo. Ik breng hem aan met mijn NYX Cosmetics spons en hij is dus mat. Ik hoop niet dat hij te mat gaat zijn, want ik heb een normale tot droge huid. But we will see. Ja, de kleur is echt weer perfect. Zo, de kleur is echt goed. Daar ben ik heel blij mee. Als ik er zo naar kijk, is hij inderdaad echt wel mat. En het heeft echt een medium dekking. Er staat wel op de verpakking ook dat hij opbouwbaar is. Dus als je dan wat meer aanbrengt, dan heb je ook wat meer dekking. Maar ik vind het eigenlijk gewoon zo prima. Ik vind hem niet super wauw, als ik heel eerlijk mag zijn met jullie. Maar ik vind hem gewoon normaal. Ik moet er nog een beetje over nadenken wat ik er nou echt van vind. Hij is wel echt mat. Dus die claim klopt echt zeker. Voor nu vind ik hem oké. Niet echt heel bijzonder. Ook niet heel slecht. Gewoon
Oké. Okay. Voor de mensen die het nog niet weten, Douglas verkoopt nou ook voortaan Morphe. En ze hebben niet hun gehele assortiment, maar wel een groot deel. Dus ik dacht, ik bestel daar de Morphe Concealer. Morphe heeft ook gewoon een EU-website waar ik gewoon altijd bestel. En daar heb je ook gewoon lage verzending. Je hoeft ook geen douane te betalen, omdat het gewoon vanuit Engeland komt en dat soort dingen. Toen ik het zag bij Douglas, ik dacht, weet je wat, ik ga daar gewoon de concealer bestellen. Ook deze kleur heb ik weer gegokt. Ik heb de kleur C2.15. En het is een matte concealer met een volledige dekking. Je krijgt 4,5 milliliter. Dat is ook normaal voor een concealer. En dit is dan de verpakking. Gewoon een vrij normale verpakking. Wel echt een hele mooie verpakking. Ik vind hem heel erg mooi. Ik hoop dat de kleur gaat matchen. Maar als ik er zo naar kijk, ik denk het wel. Hopelijk is hij ook weer niet te mat. Want nou heb ik en een matte foundation en een matte concealer. En mijn huid is niet heel vettig of zo. But we will see. Oké, de kleur is echt prima voor mij. Dit heb ik weer allemaal goed gegokt, jongens. En dan weer uitblenden met mijn spons. Oké, mensen, dat ziet er heel goed uit. Het heeft inderdaad echt een volledige dekking. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk voor een concealer. Ik wil altijd concealers met echt een volledige dekking. Hij is wel een beetje dikker en hij is wel echt mat. Maar ik vind hem mooi. I like it. Ik vind de gezichtsproducten, die gaan echt goed. De ogen gingen niet zo goed. Maar dit gaat voor nou echt goed. De kleuren zijn ook echt perfect voor mij. Dus als je mijn huidskleur hebt, pak gewoon deze kleuren. Ik zet sowieso beneden in de beschrijving een hele lijst met wat ik allemaal heb gebruikt vandaag. Dat doe ik altijd. I like it. Ik vind die concealer echt heel erg mooi. Ik vind die mooier dan de foundation. I like it. Tot nu toe tenminste. I like it tot nu toe. Heb ik geen losse poeder? Ik heb geen nieuwe losse poeder, jongens. Oh, nou oké. Okay. Ik heb geen losse poeder. Ik gebruik gewoon mijn make-up studio poeder dan maar. Ik dacht echt dat ik een nieuwe losse poeder had, maar kennelijk niet. Ik ga even hiermee baken op alle plekken waar ik die concealer heb gedaan en zo. En dan weer de poeder er snel van afhalen voordat mijn huid te droog wordt weer. Ik ben hier wel echt op glad ijs aan het lopen met al deze matte producten en al die poeder. Het valt me wel altijd op dat make-up merken vaak make-up maken gericht op mensen met een vettige huid. Alles is altijd zo mat en zo. En dan heb ik echt iets van, hallo, er zijn ook mensen met een droge huid en zo. Maar in principe is mijn huid niet super, super droog. Dus ik handel het altijd wel. Dat is wel fijn. Oké, nou, ik moet zeggen dat mijn huid er echt gewoon goed uitziet. Ik weet al wat ik fout heb gedaan. Ik had dus een losse poeder, maar dit is geen losse poeder. Daarom dacht ik dat ik gewoon een losse poeder had. Dit is een losse highlighter. Maar geen normale losse poeder. Oh my god, die fout heb ik dus gemaakt. Oké. Okay. Nou ja, whatever jongens. Dat is dus de reden dat ik dacht dat ik een losse poeder had. Maar dit is een losse highlighter. Goed bezig, Sarah. Ik ga heel even snel mijn neus en mijn gezicht contouren met mijn Shade & Light paletje van Kat Von D. Deze is niet nieuw, maar ik heb niks nieuws qua contour. En dan een beetje mijn fixing spray van Max & More. Mensen, het is eindelijk niet meer zo warm, dus ik hoef mijn ventilator niet meer aan te hebben staan hier op zolder. Dus ik ben nog nooit zo blij geweest dat het niet meer zo extreem warm is. En ik heb nog steeds geen wire. Ik ga heel even snel mijn oog afmaken. Ik breng een zwart oogpotloodje aan in mijn onderste waterlijn. Deze is van Kiko, nummer 4 van hun vegan lijn. En dan ga ik weer dit geweldig paletje erbij halen. En dan pak ik deze donkerste kleur, die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan blend ik het een beetje uit met deze lichte kleur hier. Dan pak ik de wit geglanzende kleur hier, die heet Lucid. En die breng ik dan aan in de binnenste ooghoeken. Oeh, die kleur is wel heftig. I like it. En dan gebruik ik weer die Benefit mascara voor de onderste wimpers. Nou zijn de ogen echt helemaal klaar. Ik ga nu mijn gezicht bronzen. Van Elf Cosmetics heb ik dit bronzer paletje. Waar ik heel benieuwd naar ben. De verpakking is best wel sleek en chic voor zo'n betaalbaar paletje. Dit zijn dan de vier kleuren. Je hebt ook een grote spiegel. Dat vind ik ook heel erg fijn. Ik vind de kleuren wel een klein beetje aan de lichtkant. En twee kleuren zijn glanzend. Even kijken. Deze kleur zijn glanzend. En deze zijn mat. En er staat ook zo op de verpakking van mix de kleuren. De matte en de glanzende kleuren. Om te contouren of te highlighten of wat dan ook. Ik kan hiermee alleen maar bronzen. Verder kan ik hier niks mee. En ik denk dat ik mij vooral ga richten op de matte kleuren. Ik ga gewoon allebei deze twee matte kleuren met elkaar mixen. En daarmee proberen te bronzen. Het paletje is wel best wel klein. Mijn kwast is bijna groter dan deze kleuren. Oké, er komt bijna geen kleur vanaf. De kleuren zijn echt super licht en niet echt heel erg goed gepigmenteerd. Ik ben me nou vooral aan het richten op deze onderste matte kleur. Want die is het donkerst.
Oké, dit bronzing paletje is echt niet zo goed. Qua blush heb ik hier een nieuwe blush van een make-up studio. Deze heb ik ook van hun gekregen. Ik heb de kleur... Ik weet niet. Het is in ieder geval de Lumiere blush. Oh, in de kleur Soft Peach. Ik heb al van hun een blush, maar dat is een cream blush. En daar ben ik super blij mee. Hun cream blushes zijn echt een van de beste cream blushes die ik ooit heb gebruikt. Dus ik dacht, ik pak nou ook een poeder blush van hun. Hij is wel echt super, super klein. Kijk even mijn hand. Hij past gewoon in mijn handpalm. Dit is echt de meest kleine blush die ik ooit heb gezien. Oh, en je moet hem zo openmaken. Dat is apart. Hij gaat gewoon zo open. Dit is dan de kleur. Het is een beetje een peachy kleur en het is een glanzende kleur, want het is een baked blush. Qua blush vind ik altijd mat mooi, maar ik vind glanzend ook mooi. Ik vind baked blushes ook altijd heel erg mooi, als ze maar niet te veel glanzen, want ik wil niet één grote glitterbal hier zijn. Dus deze blush ga ik aanbrengen. Hij is echt zo klein, ik vind het zo grappig. Mijn kwast is gewoon groter dan deze blush. De kleur ziet er wel veelbelovend uit. Oké, ik vind de kleur best wel mooi. Hij brengt ook gewoon goed aan. Het is niet echt de beste blush die ik ooit heb gebruikt. Ik vind hun cream blushes beter. Maar op zich is het gewoon oké. Hij glanst ook niet echt heel veel. Echt bijna niet. Voor een baked blush vind ik hem wel heel weinig glanzen. Dus dat moet je wel weten. Niet dat je denkt van, oh, ik vind een glanzende blush mooi, dus ik haal deze. Maar voor de rest, de kleur is mooi. Het is een oké blush. Misschien niet per se voor die hoge prijs, maar het is oké. Qua highlighter heb ik deze highlighter van Catrice. Dit is de Glow in the Bloom highlighter nummer 1 Jasmine Blossom. Deze highlighter ziet er echt prachtig uit. De verpakking is ook mooi. Mooi zo die bloemenprint erop. Ik vind het echt een prachtig product. De kleur oogt wel een beetje licht. Ik hoop niet dat hij te licht is. Kijk even deze pigment, jongens. Wauw. Ik denk wel dat hij iets te licht gaat zijn voor mij. Dus ik breng niet te veel aan. Maar dit ziet er echt prachtig uit. Ja, hij is echt wel een tikkietje te licht. Maar echt prachtig. Wauw, dit is echt een mooie highlighter. Go Catrice. Lage prijzen ook, love it. Ik vind het echt prachtig. Heel erg mooi. Het smelt ook zo mooi in de huid. Oké, dan de lippen. Voor de lippen heb ik een heel groot PR-pakketje gehad van Juvia's Place. En met groot bedoel ik echt groot. Ik heb heel dit pakketje van hun gehad. Dit is de Nudes. En dit is gewoon een pakketje vol met allemaal nude lipsticks, nude glosjes. Hier zijn allemaal lipsticks. Dit zijn glosjes en hier wat lippotloden. En deze verpakking ziet er echt prachtig uit. De kleuren zijn ook echt prachtig. Hierin heb je echt een perfecte nude voor elke huidskleur. Hallo, focus niet op mij. Focus op dit ding. Kijk even hoe mooi dit is. Dus ik ga even hiermee een liplookje maken. Ik ga even kijken wat ik ga gebruiken. Ik ga sowieso en een lippotlood en een lipstick en een lipgloss pakken. Dit is echt een heleboel, jongens. Wauw. Dit zijn echt allemaal nude kleuren. Maar het is opgedeeld in 3 soorten nude kleuren. Je hebt hier de chocolade kleuren. Dus echt de bruine kleuren. Dan heb je hier de mauve kleuren. Dat is meer paars. En dan hier heb je de peachy kleuren. Dus dit zijn de meer peachy nude kleuren. Dus dat is echt heel leuk gedaan. Omdat mijn ooglook vooral paars is, ga ik voor de mauve kleuren. Ik gebruik dit lippotloodje. Dit is in de kleur Love Me. Deze is heel mooi. Een beetje zo nude paarsig. Als lipstick gebruik ik van de Mauve lijn nummer 2020. Kijk ook even deze verpakking hoe mooi. Echt prachtig. Dit is een hele lichte mauve nude kleur ook. En het is een matte lipstick, by the way. En als gloss gebruik ik deze. Dit is de Glass Gloss in de kleur So Glazed. Of Glazed, Glazed. Ik denk Glazed. En dit is ook echt een prachtige paarse glitterige lipgloss. Dus dit wordt de lipcombo. Oké, ik vind het lippotloodje iets te veel roze. Zie je dit? Ik wil toch iets meer paars, dus ik pak even een andere. Dit is de kleur Lush. Deze is volgens mij iets meer paarsachtig. Ja, stukken beter. Dit lippotloodje brengt echt heerlijk aan. Super creamy, love it. Deze lipstick ook super creamy. Ondanks dat hij mat is, voelt hij echt heel creamy aan. Hij brengt echt heel creamy aan. I like it. Ik vind het zo mat ook mooi. Maar ik ga toch deze lipgloss eroverheen aanbrengen. Wauw, kijk die kleur. Oeh, hij ruikt ook echt super lekker. Oh my god. Wauw. Oeh, I love de lipkleur. Heel mooi. Oké, dan heel even snel mijn Milani Rose spray sprayen. En dan is het gezicht klaar.
Oké, mijn hele gezichtsmake-up is klaar, maar deze video is nog niet klaar, want ik heb ook nog iets voor het lichaam. Van Urban Decay heb ik de Moon Dust Glitter Liquid Face and Body Illuminator. Het is voor face en body, maar ik gebruik hem alleen maar voor body, want als jullie hem ook zo zien, dit gaat niet geschikt zijn voor je gezicht. Ik heb de kleuren Barely Baked, dat staat hierop. En dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Het is een hele mooie gouden glanzende liquid highlighter. Ik heb ook al zo eentje van Huda Beauty. Die gebruik ik echt super vaak voor mijn benen, vooral als ik een rokje aan heb en zo. Maar hij is wel super heftig, dus ik mix hem altijd met een body lotion. Dat ga ik nu niet doen, omdat ik echt even wil zien hoe die gaat werken. En misschien is hij helemaal niet te heftig. Dus ik ga hem gewoon even een beetje hier aanbrengen. Ik breng het gewoon even direct zo aan. En dan blend ik het gewoon even in met deze foundation kwast. De kleur is best wel oranje, oh my god. Hij glanst niet heel veel. Ik ga even meer aanbrengen. Oké, het is echt een hele subtiele glans. Op zich kan het dan ook wel gewoon voor je gezicht. Het is niet zo heftig als die van Huda Beauty. Maar ik vind het wel mooi. Het is niet dat ik iets heb van, oh wauw, ik vind het echt lelijk. Het is gewoon een subtiele glans. Veel mensen vinden die van Huda Beauty ook gewoon echt too much. Wat ik ook totaal begrijp. Die moet je ook echt mixen met een body lotion of iets. Deze hoef je echt niet te mixen. Het is gewoon zo'n mooie glans. Kijk even het verschil met hier. Hier heb ik nou niks zitten en hier wel. Hier is nou gewoon helemaal glansloos. Is dat een woord? Glansloos. Terwijl hier is het helemaal zo mooi glanzend. Het is subtiel, maar wel heel erg mooi. Ik ga ook weer een beetje aanbrengen van deze Catrice highlighter. En die breng ik dan zo een beetje aan hier op de jukbeenderen. Dat is altijd wel mooi. En hier een beetje bij de schouders. Wauw, ook zo gemixt met deze liquid highlighter. Heel mooi. Het is subtiel, dus het is ideaal voor iedereen die gewoon een beetje een glans wil. Dit gaat ook echt prachtig zijn op de benen. Ik gebruik dit soort producten altijd vooral voor mijn benen. Oké, nou dit was het make-up gedeelte van de video. Zoals ik al zei in de intro, ik ga ook een full day wear test doen. En aan het einde van de dag kijken hoe vooral mijn gezichtsmake-up er nog uitziet. Tot nu toe vond ik eigenlijk alles wel oké. Het enige wat ik echt slecht vond is dit paletje van Urban Decay. Deze oogschaduwpalet. Oh mijn god, dat is echt geen goed paletje. En dit bronzing paletje van Elf Cosmetics. Deze kleuren zijn niet zo mooi, niet genoeg pigment. En het brengt gewoon niet fijn aan. Voor de rest was alles best oké, gewoon mooi. Dus ik ben heel benieuwd hoe vooral de foundation en de concealer en vooral de foundation aan het einde van de dag eruit zien. Want er staat ook op de foundation verpakking dat het long wear is. Dus dat het lang blijft zitten. Het is nu bijna 3 uur. Dus ik ga het sowieso minimaal 6 uur oplaten. En dan kom ik straks bij jullie terug. Maar we zijn nog niet klaar met de video. Want ik heb ook nog kledingstukken gehad van Chicale. Zoals jullie weten krijg ik heel vaak kleding van hun. En die laat ik dan zien hier op mijn kanaal. En ik heb hier weer 4 super super leuke kledingstukken. Ik heb ze al aangehad en ik weet al wat ik ervan vind. En een spoiler alert, ik vind ze leuk. Ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Die komt hier in beeld en staat ook beneden in de beschrijving. En die is 5 dagen geldig. Dat is niet zo lang, dus als je iets wilt, wees er snel bij. Ik ga beginnen met een van de leukste kledingstukken en dat is deze rok. Deze rok is echt leuk. Ik heb hem in maat M en hij past echt perfect. Het is geen stretch, dus dat moet je wel weten. En het is zo met bloemetjes. Het is high waist. En hiervoor heeft het zo'n split. En dat vind ik super leuk. Hij valt ook een beetje wide en hij valt tot op de knie. En deze rok sprak me echt aan, omdat ik niet vaak dit soort dingen draag. Maar het wel gewoon een keer wil proberen. En ik vind hem echt leuk staan. Ik vind ook de bloemetjes leuk. Deze vind ik gewoon al met al super super leuk. Ik heb er ook echt geen spijt van. Hij past ook goed. Dus als je mijn soort lichaam hebt, maat M gaat goed zijn voor jou. Of pak maat S. Want hij zit wel een klein beetje groot bij de buik. Maar het is zo minimaal. Dat is echt geen big issue. Ik kan hem gewoon makkelijk dragen. En hiervoor heeft hij zo van die knoopjes. Echt heel leuk. En hij schijnt niet door. Ook heel belangrijk. Oké, mensen. Dit is dan de rok. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Want er is hier niet meer heel veel licht. Het is nou midden in de nacht. En ik maak nu pas deze aanvideo. Dit is dan de rok. Hij is een tikkietje te groot. Kijk, hij is echt een beetje te groot. Maar niet too much. Op zich past hij gewoon goed. Ik heb hem heel even aangedaan met hakken. Zodat je hem gewoon kunt zien met kleding aan. En ik heb hem aan met deze zwarte bodysuit van de Zara. Is deze rok niet leuk of is die niet leuk? Zeg het me. Van achteren is hij gewoon helemaal zo lang en dicht. Hij schijnt ook niet door. Dus dat is echt fijn. Ik vind dit echt een super super leuke rok. I like it. Je hebt hem ook zonder de split volgens mij. Als ik het mij goed herinner. Maar ik vind het wel leuk dat er een splitje in zit. Dat maakt het wel
wel, ja, gewoon een beetje extra leuk. Dan heb ik hier iets fels en dat is deze soort van crop top. Hij is super, super rood. Vooral op beeld is hij echt heel erg rood. Deze heb ik ook in maat M en hij past helemaal goed bij de boobs. Dit gebiedje zo is wel redelijk klein. Eigenlijk iets te klein voor mijn borsten, want ik heb cup 1, maar op zich kan het wel. Ik heb hem ook al aangehad in een video, stiekem. Met een lipstick zo rood, echt heel erg leuk. Hij oogt nou ook echt super crop top, maar in principe is hij niet echt heel erg kort. En hij past ook gewoon goed en ik vind hem heel erg leuk. Ik hou van rood. Ik hou niet zo van felle kleuren, vooral qua kleding niet. Qua make-up wel, maar qua kleding niet. Maar als ik fel draag, is rood wel een van de kleuren waar ik altijd naar neig. Dus deze vind ik ook heel leuk. Oké, mensen, dit is dan de rode top. Is dit niet te cute? Ik heb het gewoon even aan met een hoge broek. Dit is ook hoe ik hem zou aandoen. Negeer even alle troep achter mij. Het is al laat en ik heb geen zin om op te ruimen nou. Ik vind hem echt super cute. Dit is de achterkant. Het is echt een hele leuke top. Je moet het gewoon aandoen met een strapless BH of zo. Hij is echt super cute. Hij is ook leuk met een hoge rok of zo. Echt een hele leuke top. En I like it. Ik ben er echt heel blij mee. Ik vind hem echt heel erg cute. En hij is echt super rood. Ik zie nou dat hij een beetje oranje of zo lijkt. Maar dat is niet. Hij is gewoon echt rood-rood. En ik ben er echt heel blij mee. Echt een leuk topje. Dan heb ik hier nog een crop topje. Ook in maat M in het grijs. Dit is gewoon een normale crop top. Niks speciaals. Die in het rood is echt heel erg leuk. En heel, ja, die valt echt op. Dit is gewoon zo'n basic ass crop top. Maar wel gewoon leuk om te hebben. Leuk met een high-waist jeans of een high-waist rok of whatever. Gewoon van katoen. En ja, er valt niet echt iets over te vertellen. Nou, dit is dan de crop top. Deze is wel echt heel hoog. Die valt echt hier. Dus heel dit is bloot. Deze zou ik ook aandoen met een hoge broek. Die misschien nog iets hoger is dan dit. Of met een hele hoge rok. Dat is ook heel leuk. Deze is gewoon heel makkelijk. Simpel. Gewoon leuk. Achterkant is ook gewoon dicht. Niks bijzonders. Ik vind hem wel heel fijn. Het is een hele fijne, dikke materiaal. En ja, ik vind hem gewoon heel cute. Het is niet echt heel bijzonder, maar gewoon leuk. Als laatste heb ik dan die crop top. Maar dan nou in het lang. Dit is een dress. Ik heb hem in maat M, maar hij is een tikkeltje te groot helaas. Ik had maat S moeten doen. Hij valt helemaal lang en strak tot iets over de knie. De stof is er gewoon katoen en hij is gewoon grijs. Ik vind het gewoon fijn om dit soort pieces te hebben. Om gewoon aan te doen met de zon. Als je gewoon even snel naar de stad gaat of wat dan ook. Is dit gewoon heel cute om aan te doen. Nou, dit is ook echt heel erg cute. Ik heb weer gewoon even met wat clear hakjes aan. Alleen is hij helaas wel echt een beetje te groot voor mij. Kijk, dit ook. Hier is hij helemaal te groot. Ik had echt maat S moeten doen, maar helaas nou heb ik al maat M gepakt. Als jij hem ook wilt, haal hem zeker in een maat te klein. Maar hij is wel heel erg leuk. De stof is ook lekker dik. Ignore mijn BH-bandje hier. Ik vind het ook echt leuk dat hij zo lang is. Alleen ik vind het wel echt jammer dat hij te groot is, jongens. Maar ik ga hem denk ik nog wel gewoon in een maatje S bestellen, bedoel ik. Want ik heb nou maat M, maar hij is wel heel erg leuk. Het is gewoon een basic, normaal jurkje. Leuk om in te gaan winkelen met hakjes of met sandalen of wat je ook wilt. Ik heb gewoon nou even met hakken gedaan. Heel erg leuk. Alleen helaas ja, iets te groot. Maar dat heb ik al 8 keer nou gezegd. Nou mensen, dat was het dan voor nu. Ik vond de meeste van de make-up producten goed. Ik vond de kleding ook allemaal heel erg leuk. Ik hoop ook dat jullie het leuk vinden als ik af en toe wat andere dingen in mijn video's breng. Zoals kleding en dat soort dingen. In plaats altijd alleen maar make-up. Maar ik zie jullie sowieso straks weer om te gaan kijken hoe mijn make-up er nog op zit. Daar ben ik ook echt heel erg benieuwd naar. Dus ja. Ik zie jullie straks weer. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Het is nou 11:30 s'avonds, bijna dus nacht. Dus ik heb mijn make-up nog ongeveer al 7,5 uur erop zitten. Dat is echt meer dan genoeg voor een full day wear test. En ik moet zeggen, ik ben enthousiast. Mijn huid ziet er echt nog goed uit. Even van iets meer close-up. Ik vind echt niet dat je heel goed kunt zien dat mijn make-up er echt al 7,5 uur op zit. Want dat is echt al best wel lang. Normaal gaat het er ook altijd hier een beetje af. Vooral mijn kin is echt een probleemgebied. Alles gaat er daar altijd van af. Ik heb ook net garnalen op die in de frituur zijn gemaakt. En vooral als ik frituur eten eet, dan komt er hier allemaal olie en zo. En dan gaat het er een beetje van af. Maar ik moet zeggen, mijn make-up zit echt nog goed. De blush zit er ook nog redelijk goed op. Ik heb ook nog gewoon een glow. En ik heb niet bijgewerkt. Gewoon totaal niet. Het enige wat eraf is, is mijn lipstick. Maar die heb ik eraf gehaald om te eten. Voor de rest, ja, ik zal even snel vertellen wat ik nou echt van alles vind. Dit paletje raad ik gewoon absoluut niet aan. Super slecht paletje. Deze Benefit mascara is gewoon oké. Okay. Gewoon een prima mascara. Maar als het aan mij ligt, raad ik de Bad Girl Bang mascara eerder aan. Deze foundation. Mijn huid is echt nog mooi. Hij is wel super mat. Er staat ook echt bij dat hij mat is. En dat is hij ook echt. Je moet niet denken, misschien is hij naturel mat. Het
is gewoon echt mat. Dus voor iedereen met een vettige huid gaat deze vooral echt ideaal zijn. Voor mij werkt die ook wel. Ik heb een normale tot droge huid. Niet super droog, maar als je echt een droge huid hebt, dan adviseer ik hem niet. Want dan gaat hij waarschijnlijk echt te droog zijn. Maar ik ben er echt blij mee. Deze Body Glow Moon Dust van Urban Decay vind ik ook mooi. Een hele natuurlijk effect ga ik zeker gebruiken voor mijn lichaam, vooral mijn benen. Deze Catrice Highlighter, echt prachtig. Dat hij er gewoon nog een beetje op zit, sta ik echt van versteld. Ik heb me ook helemaal niet bijgewerkt, niks. Het zit gewoon nog goed. Zo betaalbaar. De kleur red ik nog, ondanks dat hij iets te licht is. Een hele fijne highlighter. Dit bronzen paletje van Elf heb ik net al verteld, vind ik niet goed. Deze concealer van Morphe is echt een winnaar. Deze is echt super, super goed. Hij is mooi mat, hij heeft een volledige dekking en hij creased niet. Dat vind ik altijd belangrijk, dat de concealer niet helemaal hier gaat creasen. En dat doet hij echt niet. Dus deze concealer is echt een toppertje. Ik raad hem echt zeker, zeker aan. De blush vind ik gewoon, moi, vind je hem mooi halen. Maar ik vind hem niet geweldig, ik vind hem ook niet slecht. En de lipproducten zijn ook echt top. Die vind ik echt heel erg fijn. Dus al met al was het echt een goede video vandaag. Bijna alles was goed. Het enige wat ik dus echt niet aanraad is het oogschaduwpalet en het Elf bronzer paletje. Voor de rest, I love it. Vooral deze foundation en concealer. Deze twee. En de highlighter. Deze drie producten raad ik jullie zeker, zeker aan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!